Yes, we can. Vertel eens wat jullie voor vrijwilligerswerk doen. Wij lopen met de honden bij de GGZ Bouwmankliniek. Wat zei ze? Bouwmankliniek. Maar wat doen jullie daar? Met de honden training aan mensen geven. En Michael is de trainer. Ja, we hebben Michael net gesproken inderdaad. Okay. Maar jullie doen heel veel als vrijwilliger. Hè? Want ik heb het een beetje gehoord wat jullie allemaal doen. Nou, dat is indrukwekkend. Nou, fijn, dankjewel. We doen het heel graag. Want jullie werken ook nog met ouderen. Met ouderen? We gaan dan eens met de honden langs. En waarom ga je dan met de honden langs? Ja, de hond is alles voor ons. Wij willen alles met de honden doen. En de vreugde die je de mensen brengt met de hond is geweldig. De reacties en je krijgt zoveel respons met die mensen met de honden. Dat is geweldig. Ernst, ik zie jou ook altijd met kaartjes lopen voor vrijwilligers gezocht. Daar ben jij heel actief mee. Maar nu heb je de kans om het in de camera te zeggen. Nou, mensen worden allemaal lid van de Animal Foundation. En dan kunnen we een hoop mensen mee helpen met de honden. Dus als ze een hond hebben, dan kunnen ze zich aanmelden? Of een kat, maakt mij niet uit. Of een kat. Heel veel plezier nog vandaag. Zelfde.